Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren vraagde onze scherpe huurprijzen. Gebroedelijk naast elkaar, Bart Terpstra en Peter Bolle, de wethouder en de sportman van Doesburg. Er is een nieuwe boekje uit, Sjors Sportief, heb ik begrepen. Ik kom mijn moeder uit mijn woorden. Vertel. Sjors Sportief en Sjors Creatief niet te vergeten. Een mooi boekje wat samen gecreëerd is samen met 013 Doesburg. Vol met een aanbod van verschillende aanbieders binnen de gemeente en net buiten de gemeente. Om kinderen kennis te laten maken met hun talenten eigenlijk. Dat is ons doel. Ja. Dus gewoon laten ervaren hoe leuk het is om te sporten bij een sportvereniging. Maar ook om met fotografie bijvoorbeeld bezig te zijn. Aha, dat spreekt mij natuurlijk weer aan. Ja, dat snap ik. Dat snap maar, ik. Dat is weer geen sport natuurlijk. Meneer Bolle, hoe ondersteunt de gemeente Doesburg dit initiatief? Nou ja, wij ondersteunen het financieel natuurlijk. Ja. En ik vind het echt geweldig wat er allemaal in staat. Want de keuze is echt reuze. En dat in het kleine Doesburg. Ik vind het echt fantastisch. Ja. Sport en spel, een belangrijk onderdeel van de educatie van kinderen? Ja, en niet alleen je educatie, maar ook je gezondheid. Ja. Ja, want bewegen is belangrijk. En dat staat hier, is hier heel veel aanbod in. Dus dat is hartstikke goed. Maar ook je eetpatronen zijn ook belangrijk. Zorgen dat je gezond gaat eten. En daarbij, sporten is niet alleen gezond, maar is ook leuk. Want je komt je gewoon je vrienden tegen. Hè? Dus ik hoor steeds meer mensen die hebben een vriendenkring op basis van sport. Die gaan samen fietsen, gaan samen voetballen. Dus sporten is niet alleen voor jezelf, maar is vooral ook leuk om samen te doen. Ja, dat vind ik eigenlijk belangrijk. Dat onderschrijf je natuurlijk, Bart. Ja, zeker weten. En wij proberen op verschillende manieren op dit gebied met de basisschoolleeftijd aan de slag te gaan. Het project Be Fit wat wij op de scholen draaien is een project dat al jaren draait. Waar we dit jaar eigenlijk een nieuwe draai aan het geven zijn. Wat meer richting voeding. Bijvoorbeeld het drinken van water, gezonde tractaties. Wat meer bewustwording van, hey, wat eet je nou eigenlijk? Want bewegen doen we best wel veel op de basisschoolleeftijd. Dat gaat heel erg goed. Ja. Alleen het stukje gezondheid heeft echt wel even de aandacht nodig. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. Nou, hier achter op de achtergrond wordt ook wat aan beweging gedaan. Vertel eens, wat gebeurt er allemaal? Ja, morgen en zondag zijn natuurlijk de kaderdagen hier. En Esther Bosgoed van 013 en de buurtacademie heeft samen met Jury van Dansje Fit een plan bedacht om eigenlijk de doelgroep hier ook naartoe te krijgen. En gezamenlijk een flashmob te organiseren. Ze zijn op de scholen bezig geweest tijdens de Nationale Sportweek om te oefenen. En nu hier nog even de generalen. En dan morgen hopelijk met veel kinderen hier op de kade de flashmob. Ja, leuk. Ik ben benieuwd wanneer die komt. Dus. Ja. Nog even één vraagje over dat boekje. Iedereen krijgt het boekje thuis gestuurd, wordt op scholen uitgedeeld. Hoe kunnen ze eraan? En mensen die hem niet ontvangen hebben, hoe kunnen ze nog aan komen? Nou, mocht het zo zijn dat je het niet hebt, de kans is heel klein. Maar, want groep 1 tot en met 8 heeft hem op de school gekregen. De trompetten dit jaar ook. Er zitten ook veel kinderen van Doesburg op school. De kinderen van het speciaal onderwijs hebben hem via de post gekregen. Maar mocht je hem niet hebben, dan is hij eigenlijk te vinden bij de bibliotheek of bij het gemeentehuis in de rekken. En je kunt altijd even contact met mij opnemen via wart@doesburgbeweeg.nl. En dan stuur ik hem naar je op. Kom ik hem even brengen. En mag ik er nog één ding op zeggen, ja, Maarten? Want hier zie je dus hoe dingen helemaal allemaal in elkaar gaan grijpen. Hè? Dus en de scholen, en de sportverenigingen, en de gemeente, en de ouders. Dus overal grijpt het in Doesburg in elkaar. En dat is eigenlijk wat we steeds meer moeten gaan doen. Samenwerken. Ja, ik vind het leuk. Ik hoop dat deze kinderen die nu hier staan te sporten, als ze volwassen zijn, ook nog met elkaar aan het sporten zijn. Op de fietsen gaan. Want dan hebben we dat doel bereikt. Dan is het hier al als vanzelfsprekend. Dan wordt het later ook vanzelfsprekend. En nu komen jullie erbij. Doe maar! 3, 2. Go. Rechts, links, hak, go. Zij sluit zij. Rondjes, ze zijn. Bouncen. 1, 2, dubbel. Hey! Zij sluit, kruisen. En bounce op rechts, bounce op links. 1, 2, dubbel. Hey, hey, Uri!
Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag naar onze scherpe huurprijzen.